Een alchemist. En wat betekent dat? Een alchemist is die iemand die het vermogen heeft om bestaande dingen op een hoger niveau te brengen met dezelfde producten die er al waren. Je kan dat doen als leider, je kan dat doen met eigenlijk alles waar je op focust. Hoe kan je van ijzer goud maken? En dat was het, de oude tekst van de alchemie. En waarom noem ik dat zo? Ik zie in het woord alchemie de chemie van het al. Voor mij is het ook de basis van onze religies, waar de mens nog veel dichter bij de natuur aanstond. Dat brengt mij ook bij wat ik een sleutel vind in de alchemie. En ik zei het daar net al, is, en daar zit ook mijn passie, om te gaan zien waar mensen en teams hun ware potentieel zit. Ik heb lang eraan getwijfeld om dat te gaan doen in organisaties. En dat was omdat er al 100.000 trainers en coaches zijn, dat vooral. Waarom heb ik het dan toch gedaan? Omdat ik me vooral focus op hetgeen wat er niet is. Dat is ook wat ik jullie wil een stukje aanleren tijdens de volgende dagen. Voor mij is een goede leider iemand die kan zien wat er niet is, niet gefocust is op het probleem. Dat is de voorwaarde. Dus focus je niet zozeer op waar je weerstand zit, op hetgeen wat je al kent, maar laat je maar een beetje verrassen. Naar het schijnt ben ik daar goed in, mensen te verrassen. En als start, als het gaat over het potentieel, en je kijkt naar de totale mens, dan zie ik daar vier verschillende delen. Even kijken of dat klopt voor jou. Iedereen heeft een fysiek lichaam. Ja? Oké. Okay. Iedereen heeft emoties. Iedereen heeft mentaal, heeft gedachten, heeft ideeën. Ja. De S staat voor spiritueel en wat is dat? Je bent verbonden met iets veel groter dan jezelf. Dacht ik wel. Hm? Ja, is er nog. Nee, ik weet het. Joshua, ik word niet meer gehoord. Ja, de boksen weer. Ah, oké. Okay. Dan spreek ik even gauw. Dus spiritueel is jouw verbinding op jouw manier met het al. Via de natuur, via de kosmos, via God, via ja, mensen. Dat mag je bij mij zelf kiezen. Dus je hoeft het niet precies of duidelijk te hebben wat dat spirituele is. Tijdens mijn onderzoek in organisaties, zowel voor België als Nederland, dat was zo goed als hetzelfde, heb ik gezien dat hoe mensen functioneren is vooral dat. Welke vak zou dat zijn, denk je? Dat is het mentale. Daaronder zit best wat emoties, maar dat zit een beetje weggeduwd, het is er wel. Daaronder, dat is het fysieke, dat gebruik je ook om op de enterknop te duwen, naar het toilet te gaan, enzovoort. Tenzij je ergens in bij de vuilkar werkt of een interventieteam of slager bent. Dan gebruik je nog wel een beetje je lijf en dan is er ook nog wel iets spirituele. Dat is aan het veranderen, maar ik hoor toch nog heel vaak zeggen van ja, ik doe ook wel yoga, meditatie, maar daar weten mijn collega's niet te veel van, gelukkig. En net zoals Herman heeft het deze keer niet verteld, want het heeft een jaar of 10 geduurd eer hij aan collega's vertelde dat hij zijn meditatie deed. Dat dat toch niet echt wenselijk was in die tijd. Dus, als je het sommetje maakt, 85% van wat we gebruiken zit in het mentale, emotionele. En dat spirituele, ja, dan weten we eigenlijk niet goed waar we daarmee moeten, of het is niet zo makkelijk om daarover te hebben. Dat fysieke, ja, zoals iemand van de politie, bij de politie waar ik lang gewerkt heb, die zei, ja, dat ding doet het gewoon. Dus voor de rest ben ik daar helemaal niet mee bezig. Hier zie ik zelf dat waar het grootste potentieel zit. In het bewustzijn te brengen in het lichaam. Dit hebben we wel goed op een rijtje. Hier doen we eigenlijk nog niks mee. Dat gaan we straks onderzoeken. Iedereen heeft sowieso al een verschil in hoe die vier dimensies met elkaar in verhouding zijn en hoe groot die verschillende balken, zal ik ze nu noemen, hoe groot die zijn. Als voorbeeld, twee collega's. Hetzelfde team. Joop is aan het trainen voor de marathon. Het is nogal een vierkante jongen.
Ik wil zeggen, dat heeft hij ook nodig om zijn focus daar te hebben. Dus je ziet niet veel van zijn emoties. Hij heeft datzelfde sterk gekaderde in het mentale. En dit is voor losers. Dus geen spiritualiteit, helemaal niet mee bezig. Zijn collega is helemaal in de abstracte kunst. Dat mentaal, ja, als het echt moet. En dat fysieke lichaam, ja, dat heeft eigenlijk niet zoveel mee. Samen gaan ze een nieuw plan maken voor de toekomst. Dat wordt lastig. Ja. Denk je niet? Omdat elk van die lagen heeft zijn eigen taal, zijn eigen verschijning. En ook al zeg je van ik ben heel mentaal of niet, we maken onderbewust toch contact met de hele mens. Want iedereen heeft die dimensies. Daarmee zeg ik ook van zoveel te sterker je die vier dimensies ontwikkeld hebt, zoveel te meer vermogen heb je ook om contact te maken. Als je vast zit in één van die vier ballen, en iemand komt precies aan die andere laag binnen, dan vind je die waarschijnlijk al meteen niet leuk. We gaan dat straks onderzoeken. Meestal hebben we wel een oordeel zodanig dat je een grote bocht kan maken. Maar het gaat allemaal over je eigen onvermogen. En dat is zonde. En terwijl de andere misschien gewoon kwam om jou daarin te helpen. Jou dat te tonen, hoe dat moet. Oké? Ik herhaal nog even voor ik jullie een tekeningetje laat maken. Dus het fysieke is niet enkel hoeveel push-ups kan ik doen, hoe ver kan ik lopen. Maakt niet uit. Het gaat over het contact met je lijf. Ook al ben je niet sportief. Is je lichaam een instrument? Is het een bron van vitaliteit? Is het een sensor? Heb je dat sterke buikgevoel? Luistert je lichaam naar je? Sluit het aan op je gedachten? Draag je respect voor? Is de ruiter respectvol voor het paard? En is het paard dankbaar om de ruiters te dienen? Fysiek. Emotie is niet van, ik ben een heel emotioneel type of niet. Hoe rijk is je kleurpalet van emoties? Sommige mensen zijn geleidelijk aan de blauwe, purperen kant gegroeid. En die vinden de gele, groene kant niet leuk. Snap je? Dat zijn mijn emoties. Dat zijn de goede mensen, vind ik. Zowel positieve als negatieve emoties. En waarschijnlijk zijn die dan tegen mensen die net die andere emoties hebben. Slachtoffer, agressors, bijvoorbeeld. Die vinden elkaar vaak niet leuk, niet? Daarom trekken ze elkaar ook heel erg aan. Een mooie connectie in die emotie is dat je zowel de positieve als negatieve kant, dat je een breed palet hebt van kleuren. En dat je daar ook die dingen ook kan voelen. Niet enkel er mentaal achter staat, maar ze ook zelf durft te voelen. Ja, we gaan daar later ook weer nog meer in detail. Mentaal is niet enkel hoe scherp rationeel je kan denken, maar ook visionair, ook ideeën, ruimtelijk, multidimensionaal. En spiritueel is je verwondering, je vermogen om open te staan voor die verbinding met dat grote wat niet in taal te vatten is. Als jij nu jezelf zou tekenen, hoe zou je tekeningetje er dan uit gaan zien? Sta daar eventjes bij stil. Want ik heb ze nu vier op een rij getekend, dat is een manier om het begrijpelijk te maken. Maar ik wil je vragen om even je boek te nemen en voor jezelf een schets te maken. En het beste is als je er vooral niet over nadenkt.